Mijn naam is Matthee Vos. Ik ben relatiebeheerder bij Dorcas. En tijdens mijn werk heb ik veel gesprekken over nalaten aan een goed doel. En heel veel mensen hebben er wel vragen over. Die vragen zich af, hoe werkt het nou precies? Nou, vandaag ben ik een dagje op pad met Marco van der Zwaag. Hij is executeur. En ga ik een aantal vragen aan je stellen. Kom op, we gaan vandaag varen. We zijn in een mooi waterrijk gebied. Helemaal goed. Stappen de boot in. Ja. En ik ga een paar vragen op je afvuren. Is goed. Marco, zou jij ons kunnen vertellen wat het verschil is tussen een bewindvoerder en een executeur? Zeker, dat kan ik. Een bewindvoerder regelt de zaken, de financiën van mensen voor hun overlijden op, dus tijdens hun leven. En een executeur die regelt het vooral na overlijden. Hè, en wikkelt met name heel specifiek de nalatenschap af. Dus zodra de cliënt overleden is uit het kader van bewindvoering, zo heb ik het dan ook opgepakt en zo is het eigenlijk ook ontstaan. Dat ik executeur ben geworden, is feitelijk dat de cliënt van mij als bewindvoerder zijnde overleed. En dat ik feitelijk alle administratie en alle kennis had van de financiën van die cliënt. En toen is ook het balletje gaan rollen om het ook af te gaan wikkelen. Om het feitelijk te verkopen, abonnement op te zeggen, contact met de bank, dat soort zaken en de familie. Ja. Als je niet benoemd bent tot executeur, Marco, ja. Kun je dan toch een nalatenschap afwikkelen? Of kan dat helemaal niet? Ja, dat kan zeker. Ja. Meestal is het zo, wanneer je niet opgenomen bent in het testament van iemand, als executeur zijnde, kun je als gemachtigde, dus eigenlijk als gemachtigde namens de erfgenamen, kun je de afwikkeling ook doen van een nalatenschap. Dus eigenlijk komt dat ook wel vrij veel voor. Hè? Een overlijden is altijd plotseling. Niet altijd is het geregeld en als het dan toch complex is of de familie ligt overhoop met elkaar, dan kunnen ze mij toch benoemen als gemachtigde en wordt er een volmacht getekend. En met die volmacht kan ik naar de bank en andere instanties toe. En dan kun je eigenlijk ook de afwikkeling doen. Alleen dan is het wel namens de erfgenamen, niet meer namens de overledene en de laatste wil. Ja. Ja, en als je dan, het gaat dus eigenlijk om... het regelen van alles na je overlijden. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dan ook bij leven bij mensen langs gaat om dan alles te bespreken en vast te leggen. Of ja. Hoe werkt dat? Ja, dat heb ik eigenlijk het liefst. In die zin, als je het over de laatste wil van iemand hebt, dan wil je ook dat die laatste wil op een juiste, maar ook op een praktische manier uitvoerbaar is. En dat kun je het best overleggen met een executeur, zodat die eigenlijk al bij het begin aanwezig is van de gedachten die jij hebt. Wat jij met je spullen wil na je overlijden. En met je vermogen, zo moet ik het zeggen. Dus dat betekent wanneer je daar al bij bent bij het gesprek aan tafel. En je hebt het over de sieraden, de schilderijen, het geld op de bank, de aandelen, eventueel familiekapitaal. Dan kan ik daar al aanwijzingen in geven en het op die manier ook aanreiken op papier. Zodat men dat ook in een testament op die manier ook praktisch vervat. Dus daarin vastlegt. En op het moment dat ik er niet bij zou zijn en ik kom gewoon met een testament te maken waarin staat dat wil de overledene. Ja, dat is niet altijd handig in de uitvoerbaarheid van dat wat men wil. Ja, ja, ja en ik kan me ook zo voorstellen dat er mensen zijn die huisdieren hebben. En bijvoorbeeld een poes of een kanarie zoiets. Hè? Maar, ja. En wat moet dat ook vastgelegd worden? Of? Ja, dat is zeker belangrijk inderdaad, dat je vastlegt wat er met het huisdier gebeurt. Hè? Op het moment dat je een huisdier hebt waar je al 10 jaar samen mee bent en je wil voorkomen dat het huisdier na je overlijden, want het overlijden is vaak plotseling, dat je in één keer komt te staan met van hé, dat huisdier wordt door anderen wordt er voor bepaald waar het huisdier naartoe gaat. En dat kan heel simpel ook naar het asiel toe zijn. Maar je hebt dan eigenlijk een heel ander idee erover waar de hond naartoe moet. Ja, dan moet je dat gewoon vastleggen. Hè? En dan staat het ook, voor diegenen die het moet gaan regelen, hebben daar geen vragen meer over. Die hoeven daar niet meer over na te denken. Je neemt ook gewoon heel veel zorgen bij de mensen weg voor hierna. Hè? Dat kun je veilig zelf bepalen. Door wie word jij op de hoogte gebracht van een overlijden? En wanneer start dan jouw dienstverlening, Marco? Ik word vaak van een overlijden op de hoogte gebracht door of de familieleden die in een laadje in de kast het testament vinden waarin mijn naam genoemd wordt als executeur. Dat kan ook via de notaris zijn natuurlijk. En wat veel voorkomt is via een uitvaartverzorger die de uitvaart leidt. En die of allerlei problemen ziet voorkomen op financieel gebied of gedoe in de familie.
dat ze niet helemaal goed met elkaar kunnen vinden. En toch sprake is van vermogen, zienbaar. Dus dan word ik gebeld en dan kan ik dus als executeur dus aan de slag. Of als gevolmachtigde namens de erfgenamen. En dan word ik erbij gebeld en dan ga ik een eerste afspraak maken. Vlak na begrafenis of crematie van diegene vaak. En dan is vaak de familie nog wel bij elkaar en zijn alle zaken nog zoals ze zijn. Moet een executeur een professioneel en deskundig iemand zijn? Of mag er ook bijvoorbeeld een buurman of een kennis gewoon zijn? Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat kan inderdaad prima. Ja, dat kan in principe. Maar als je het echt deskundig wil hebben en onafhankelijk vooral. Hè, dus dat er, je zou een buurman kunnen bedoelen als executeur. Maar stel dat je dan gedoe krijgt met erfgenamen en onderling, vaak in een familie wanneer er ruzie bij komt. Ja, dan is het misschien wijselijk om dat van tevoren eigenlijk al bij iemand neer te leggen die onafhankelijk is en ook echt kennis van zaken heeft. Mensen denken vaak dat het alleen maar om abonnementen gaat en lidmaatschappen die afgezegd moeten worden, dan is het klaar. Maar het gaat tegenwoordig om zoveel meer en het vraagt ook veel meer kennis, zeg maar. Juridisch, fiscaal, administratief, financieel. Dus het is echt, komt veel meer bij kijken, zeg maar, als men op het eerste gezicht zo ziet. En als iemand, één persoon benoemd tot executeur en... En die persoon overlijdt, ja. Dan kan die persoon dat niet meer uitvoeren. Nee, dat klopt. Hoe los je dat dan op? Feitelijk kun je een executeur benoemen in je testament. En dan of je een tweede executeur benoemt in je testament. Of je laat de eerste executeur die je dan in je testament hebt staan. Dan laat je een zinnetje bij je opnemen dat wanneer men het zelf niet meer... Dat de verantwoordelijkheid ook door diezelfde executeur ook bij een ander neergelegd kan worden. Naar keuze. Naar keuze van de executeur. Stel dat de executeur inderdaad vanwege drukte of vanwege ziekte het zelf niet kan. Dan zou die er ook zelf voor kunnen kiezen, als dat in het testament ook zo opgenomen is, om de afwikkeling van het testament ook door iemand anders te laten doen. In dezelfde lijn als wat je zelf al gedaan zou hebben. Ja, dat kan prima. Ja, en als je dat allemaal vastlegt... Kun je dat ook gewoon op een bierviltje schrijven, met aantekeningen maken? Ja, dat is inderdaad een goeie. Ja, stel dat je inderdaad je nalatenschap in een café regelt en er ligt een bierviltje klaar, dan kan het inderdaad op de achterkant. Alleen is het niet wijselijk natuurlijk. Hè? Dus je kunt bepaalde dingen wel gewoon op een papiertje zetten, handgeschreven met een datum en een eigen handtekening eronder. Hè, dat noemen ze meer dingen regelen via een codiciel. En dat heeft vooral betrekking met sieraden, een schilderij wat je hebt en wat je aan iemand specifiek wil nalaten. He, dat zou kunnen. Ook je uitvaart zou je op die manier op een papiertje kunnen zetten wat je wil. He, wat je laatste wens is bij je uitvaart. Nou, gewoon verstandig is om daar toch iemand voor te benoemen en dat vast te laten leggen in een testament. Dan weet je zeker dat dat op die manier ook afgewikkeld wordt. Ja. Dus als ik je goed begrijp, dan... Moet bijvoorbeeld een huis en geld en andere waardevolle kunstvoorwerpen, bijvoorbeeld, die moeten definitief in een testament komen. Ja. Maar als het om kleine dingen gaat, bijvoorbeeld met een sieraad of iets met emotionele waarde, ja. Dan kan je dat eventueel met een, zou op een briefje schrijven. Ook een, ja, ja ook met een handtekening. Kunnen. Klopt, ja. 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 Maar nogmaals, heel veel ruzies in families, die komen juist... Vanwege het niet duidelijk zijn van degene die overleden is over wat hij met zijn nalatenschap wilde. Dus veel mensen denken, jongens, na mijn leven, jullie zoeken het maar uit. Maar dan heb je feitelijk al een stukje ruzie in de dop te pakken, zeg maar. Wat zomaar kon ontstaan. Heel veel families hebben inderdaad geen gedoe met elkaar. Op het moment dat het om geld en goederen gaat, dan kan het zomaar zijn dat het inderdaad daarna onherstelbaar beschadigd wordt, die relatie. Er zijn meerdere redenen om een testament op te maken. Zou je wat voorbeelden kunnen noemen? Ja, zeker. Als je niks regelt, dan wordt het werkelijk erfrecht wordt gevolgd. Dat betekent dat het automatisch bij je familieleden terechtkomt. En als je iets afwijkends wil, een goede vriend iets wil nalaten of een goed doel, in dit geval Dorcas, dan zul je zeker het testament ook moeten laten maken om dat goede doel ook te benoemen daarin. Veel mensen stellen het definitief vastleggen van hun persoonlijke wensen, stellen ze uit. Wat is volgens jou de reden daarvan en welke tip zou je de kijker mee willen geven? Ja, mensen stellen het inderdaad uit. Mensen zijn niet met de dood bezig, met hun eigen einde, zeg maar. En hebben nog wel het gevoel dat ze genoeg tijd hebben.
Maar vastleggen is gewoon heel belangrijk bij een notaris. Want als je zeker wil weten dat je nalatenschap op een juiste manier ook bij dat goede doel of bij die mensen terechtkomt waar jij het voor bestemd hebt. Nou, we zijn aan het einde gekomen van ons boottochtje. Hopelijk hebben de vragen en de antwoorden u voldoende inzicht gegeven in het werk van een executeur. Mocht u na willen laten aan Dorcas, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen en ga ik graag met u hierover in gesprek. Dat kan telefonisch, maar ik kom ook graag bij u thuis op bezoek. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen.